Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Super Mario 3D World. En vandaag spelen we met... Peach! Ja, dat was niet de allerbeste impressie. We zijn aanbeland in wereld 2! We zijn aanbeland in Adeland. Oké, dit wordt geen video vol slechte grappen. We gaan gewoon gamen, dus doe even dat blauwe duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Want terwijl ik hier met Peach rondloop, heb ik ook iets anders gezien. Ruim 65% van iedereen die kijkt is niet geabonneerd op dit YouTube kanaal. Dat betekent dat als je dat wel zou doen, dat we de 100.000 abonnees al lang hadden gehaald. En als we dit jaar 100.000 abonnees halen, dan doe ik een video zonder pet. Beloofd. Dus ik zou maar snel drukken op die knop. Waarom beweegt die berg hier trouwens? Dit ziet er een beetje eng uit. Wat zit hier onder die berg? Zit hier een Diglett onder of zo? Of een Ductrio? Anyway, wereld 2, level 1. Let's go. We zijn bezig met een 100% run. Wat inhoudt dat ik alle sterren moet pakken en bovenin de vlaggenpost moet gaan vliegen. Hier is al sterretje nummer 1. Dus ja, dit begint gelijk heerlijk, jongens. Allemachtig, jongens. Lekker, man. Lekker. Wada! Zit hier misschien een kat in verstopt? Wil je klimmen, Peach? Ja, lekker, lekker. Wada! Oké, gaan we hier naartoe. Geen idee waarom we dit powerblok moeten pakken. Oh, hier. Kijk, extra muntjes. Ligt hier nog wat beneden? Nee, ik denk het niet. Hallo, meneer de vogel. Wil je dat dus even niet doen? Wil je mij even hier omhoog laten klimmen? Ja, kijk. Kijk, daar moet ik wel. Daar is een gele buis. Wat is er met die gele buis? Hatsa! Gele buis zijn volgens mij muntjes. Laten we even in deze gele buis gaan. Hoppakee. Oh, laat trouwens ook even weten, jongens, met welk karakter ik de volgende aflevering moet gaan spelen. Ik heb nog niet met Mario gespeeld. Dus misschien moeten we de volgende aflevering maar even met Mario doen. Maar laat sowieso even een reactie achter, want ik ben wel benieuwd wat jullie willen. Ja, dit is wel lekker, man. Lekker veel moonskies. Lekker munten harken. Lekker, man. Ik zag ook wat comments van mensen die zeiden, ja, maar Rick, dit heb je al lang gespeeld. Dat klopt. Ik heb dit op Twitch al gespeeld, maar natuurlijk nog niet op YouTube. En op Twitch doe ik dat met het meme team, met mijn kijkers. En hier doe ik dat lekker alleen. Dus even kijken of dit gaat lukken. Deze. Ja, oké. Okay. Ja, waar deed ik het voor? Voor een kattenbel. Maar die had ik al als reserve. Sprinten! Hallo, meneer. Oh, wacht even. Zit hier niet iets in die boom? Oh, we zien daar de stempel rechts achterin. En ook rechts achterin zien we Toad daar rennen naast zo'n vogel. Daar moeten we ook even naartoe voor de derde ster. Rennen, Peach! Waarom spring ik? Volgens mij kan ik hier gewoon langs lopen. Gewoon zo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kijk, deze vogel moeten we al deze blokken kapot laten maken. Wil je deze even slopen? Ja, goed zo. Toppie. Wil je deze ook even kapot maken? Dank u. Ja, kijk, hier is die laatste ster. Lekker. En dan moeten we Tootje nog even gaan helpen zo. Eerst even deze stempel pakken. Oh, dat was trouwens de tweede ster. Ik dacht al, want hier is de laatste ster. Deze moeten we slopen en dan krijgen we nog een ster van Toad. Ik denk al, er klopt hier iets niet. Dankjewel, Toadje. Hey. Oh, oké. We moeten aan het einde moeten we daar dan inspringen in die... Springen. Oh, wacht eens even. Rustig aan. Gewoon, we kunnen gewoon even chillen hier zo. Dan kunnen we gewoon zo... En dan had ze flats. Dat bakkerietje op met beetje leetje. Ja, met Katten Peach hoef je niet zoveel moeite te doen. Want die klimt toch wel naar boven in die paal. Maar toch, hè? Stempeltje erbij. Berg der beroering. In dit level kunnen we dingen aanraken. Oké, dan moeten we zo op. Oké, moeten we dit even naar boven laten gaan. Nice. Doei. Doei. Wat is hier beneden trouwens? Wacht even. Ik heb zo het gevoel dat daar iets beneden is. Willen jullie allemaal even ophouden? Dank u wel. Kijk, want hier kunnen we niet in. Maar hier kunnen we wel naar beneden. Ja. Ja. Hier is de stempel. Die hebben we te pakken. Nice. En door. Oh. Dat ging nog bijna fout ook. Oké, hier moeten we even een trappetje bouwen, zo te zien. Ja. Dan deze, dan deze. En dan weer hier naartoe, dan weer hier naartoe. Oh, dan moeten we wel even naar die ster toe hierboven. Kunnen we dan walljumpen? Oh, dit is al genoeg. Nice. Ah, ik ben alleen wel weer beneden nu. Oké, we zijn op de helft. Nice. Even platformpie pakken. Oké, chillen. Mini Goomba's komen eraan. Oei. Nu moeten we daar naartoe, naar die wolk. Alright. En dan moeten we hier denk ik gaan rennen. Let's go! Woehoe! Tempo. Lekker! Yeah! Oké dan.
De tweede hebben we ook te pakken. Dan nog even snel het derde sterretje zoeken. Deze blokken zitten nu trouwens ook in Animal Crossing. Vind ik echt super cool. Ook kan je een outfit van Wario en Mario en Luigi fixen. En je kan nog allemaal andere dingen fixen zoals muntjes en paddenstoelen. Echt super cool. Laten we eens even dit gaan doen. Zo. Ik denk dat ik daar naar beneden moet. Ja, zie je wel. Ik moet inderdaad hier naar beneden voor deze ster. Yes, nice. Alright. En hierop. En Pietje kapot maken. Pietje, doei Pietje. Later. Ik denk dat het op zich handig is om nu het kattenbelletje even te pakken. Als we straks weer in die paal moeten springen, dan is het handiger om als je een kat hebt. Oké, go. Go. En nog even hier bovenop. En dan gaan we springen hoor. Hoppakee. Yo man, what up, Toad? Nu ga ik... ik twijfel. Oké, ik ga niet gierig zijn. Klein cadeautje. Ja. Dankjewel, Toad. De schaduwsteeg. Oh, dit is echt een supercool level. Deze planten, die kan je dus oppakken. En dan eten ze allemaal vijanden om je heen. Hier is ook een ster. Ja, die kon je dus zien. Je kon dus de schaduw van deze ster zien. Nice. Hier jongen, eet smakelijk. Nom, 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 nom. Lekker. Lekker fuzzies eten. Hij eet ook gewoon zijn matties op. Zo, hoppakee. Geen probleem. Dat doet hij gewoon. Heeft hij helemaal geen problemen mee om zijn matties op te vreten. Hoppa. Even kijken hoor. Hier is een deur. Dan gaan we in de deur. Dan laten we de vleesetende plant even achter ons. En dan pakken we hier weer een nieuwe. Nom, 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 nom. Dan moeten we hier naar beneden. Wacht even. Kan ik hier onderlangs? Kan je die opeten? Nee, hè? Deze eet je niet op, hè? Doei! Kunnen we dan hier achterlangs? Wacht even, wacht even. Moet ik hier ground pounden? Hoe kom ik daar? Moet ik hier blokken kapot slaan? Ah, ja. Kijk, we moeten zo blokken kapot slaan. Dat is de truc. En door de deur. Hallo! Oké, hier moeten we deze even pakken. Kan je deze even lekker opeten? Oh, lekker. Oh, wat een feestmaal vandaag. Ja, hij heeft het naar zijn zin, hoor. Hij heeft het naar zijn zin. Hé, dankjewel, maat. Oké, hier heb ik 10 tellen voor. Oh, achterlangs, achterlangs. Ja, hier ligt hij. Oh, wat? Ja, woe, ik liep hier eerst nog langs gewoon. Zat meer diepte in dan ik dacht. We gaan hier niet door de deur, want hier achterlangs kunnen we ook nog iets vinden. Ah, Bowser, pak hem. Dit was super cool. Het was gewoon een plaat van een Bowser. En Toad was bang voor die plaat. Laat je niet zo belazeren, Toad. Maar wel bedankt voor je ster. Rappiepoedoepoem. Daar zijn we weer. We hebben alles weer gepakt in dit leveltje. Dat betekent dat we hierop kunnen gaan staan. En hoppakee, in de vlaggenpaal kunnen gaan springen. Ik moet nog hier naar binnen, want hier is een verborgen stempel. Dankjewel! Nou, van een veetje, van Luigi's Chicky. Heuvels aan de rol. Dat is beter dan heuvels aan je drol, denk ik. Ja. Dus even kijken waar hier alle geheimpjes zitten, hoor. Want ik denk dat die misschien... Nee, oké, niet hier. Eerst maar eens even iedereen kapot maken, zo. Oh, hier moet ik met Mario opdrukken op die knop. Dat kan dus niet. Dit lijkt gewoon helemaal open te zijn allemaal. Is het misschien hierboven iets? Ja, dit ziet er wel naar uit alsof hier iets is. Nee, alleen muntjes. Er moet toch hier wel in het beginstukje ook iets zijn, jongens. Is hier iets dan, op deze berg? Ja, kijk, hier is de eerste ster. Is hier onder iets? Een one-uppie? Is hier iets? Ja, een softbal? Op je bakkes! Oh, wacht, ik kreeg een comment van iemand die wilde dat ik niet meer op je bakkes zei. Op je malle moer! Hier. Hoppakee. Oké, waar zijn de rest van de spullen, jongens? Hier zijn in ieder geval rode muntjes. En hier zijn nog meer rode muntjes. En dan hebben we weer een kattenbelletje. Ja, maar ik zoek de stempel en sterren. Let's go. Hieronder, denk ik. Hieronder. Nee, hier is een Goomba's onder. Hier bovenop dan. Aan de rechterkant. Ah! Ik had paniek. Ik heb paniek. Ik heb paniek. Nee, hier is ook niks. Hier zijn ook alleen maar muntjes. Ja, en we hebben genoeg levens natuurlijk door de truc die we hebben gedaan in wereld 1 in de eerste video. Als jij 100 uppies wil, dan moet je even naar die video gaan kijken. Want daar is een hele makkelijke truc om unlimited lives te krijgen. Unlimited levens. Ga ik eens even kijken of we hier naar boven kunnen. Nee, zo te zien niet. De camera gaat niet meer verder, dus dat zal wel niet de bedoeling zijn. Is dit echt alles in het eerste stukje? Ik heb zo het gevoel dat ik iets gemist heb gewoon. Nou, misschien niet. We gaan het zien. We zijn nu in de underground. Hier naar boven. Tenminste, dat is de bedoeling. Als Peach even mee wil werken. Peach, wil je even hier naar boven? Oké, weet je wat? We gaan wel via deze muur. Nee, we gaan niet via deze muur. Ja, oké, we zijn eindelijk boven.
Ja, ik denk dat ik hier naar boven moet. Wacht even. Zo springen en dan hier naartoe? Ja, daar liggen wel muntjes. Ik kan natuurlijk ook gewoon op deze muur klimmen met Cat Peach. Weer alleen maar muntjes. Waar zijn alle geheimen in dit level? Hoppakappad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 app
voor jullie hulp, Goombas. Thanks. Gelukkig hebben we hier gewoon ongelimiteerde tijd voor. Dus we kunnen hier lekker de tijd voor nemen. We gaan hier naar boven. Plompie, dompie. Hey, en daar is inderdaad een stelletje. Is dit dan de tweede? Dit is de tweede. Oké, waar is die derde? En waar is de stempel? Ik denk niet hier beneden. Dat verwacht ik niet. Hierboven volgens mij ook niet zo te zien. Oké, beter komt er nog een heel stuk. Nee, ik heb iets gemist. Denk ik. Nee! Oké, we moeten nog even terug in dit level. Ik vraag me toch af... Ja, zie je wel. Dat dacht ik dus al. Hè? Als je eenmaal bij deze drie dingen aankomt, dat je dan hier naar beneden moet. Voor die ster in ieder geval. Nu alleen de stempel nog. Waar is die dan? Die stempel die moet wel hier ergens in het eerste stuk zitten. Laten we even goed om ons heen kijken. Klimmen we toch weer even hier omhoog. Hier zat de sleutel, de ster. Misschien dan toch aan de andere kant. Misschien heb ik hem dan toch hier gemist. Of hij zit helemaal aan het begin. Dat kan natuurlijk ook. Hij moet wel hier ergens zitten. Hij zit niet in de grotten volgens mij. Wacht even. Is het dan zo dat we onze grote vriend Mario nodig hebben? En moeten we dan gewoon deze indrukken? Ja hoor. Ja, dat is dus toch dit ding. Ik dacht niet dat die switches voor stempels waren. Ik dacht dat je daar gewoon andere dingen mee kreeg. Zoals muntjes of zo. Maar blijkbaar kan je daar gewoon ook stempels mee verdienen. Oké. Nou, dan zijn we nu aan het einde van de video even Mario. Dus dit moeten we even onthouden. Als we zo'n knop zien, moeten we sowieso even dat karakter pakken. We moeten nog 4 levels in wereld 2. En die gaan we spelen in de volgende aflevering. Jongens, doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren, hè. Want we moeten dat even naar die 50% krijgen. Dat 50% van de mensen sowieso geabonneerd is als je kijkt. Is dat een goede Nederlandse zin? I don't care! Bedankt voor het kijken, jongens. Duimpje omhoog, abonneren. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!